Caput 5 heeft als thema de Etrusken. En in de Romeinse geschiedenis werden de Etrusken, laten we zeggen ruwweg, de periode 8e, 6e eeuw voor Christus, overheerst door de Etrusken. Hè. Waren de Etrusken baas in Rome, Etruskische koningen. De Etrusken hebben ook wel heel veel gegeven aan de Romeinen, zoals we bij cultuur gezien hebben. Hè. Romeinen hebben de goden overgenomen van de Etrusken, de bouwkunst. De Etrusken hebben ook ervoor gezorgd dat waar nu het Forum Romanum staat, daar lag vroeger een moeras. Dus onder leiding van Etruskische ingenieurs hebben ze dat moeras kunnen droogleggen en daar is dan het Forum Romanum ontstaan. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de stad Rome zich heeft kunnen ontwikkelen. Dus de Etrusken zijn eigenlijk ontzettend belangrijk geweest voor de Romeinen. Nu, uit die periode, over echte geschiedkunde kunnen we niet echt spreken. Dat zijn eerder anekdotes, mythologische verhalen. En een van die verhalen gaat, en daar gaat de lestekst 5.4 over, over de koning Tarquinius Superbus, een van de laatste koningen van Rome. Hij werd Superbus genoemd omdat hij zich net iets te arrogant had gedragen naar de goesting van de Romeinen. Daarom hebben de Romeinen op een gegeven moment besloten de koningen buiten te schotten. Wat hier gebeurd is met Tarquinius Superbus, hij is verdreven omdat hij zijn macht misbruikt had. Hij is onmiddellijk hulp gaan vragen aan Porsenna, dat was een machtige koning, en die zat in de naburige stad Clusium, een Etruskische stad, niet zo ver van Rome. Dus Tarquinius, door de Romeinen uit Rome verdreven, zoekt hulp bij Porsenna, die niet zo ver van Rome verwijderd zat. Wat was die Porsenna van plan? Die was Rome van plan tot overgave te dwingen. Niet door het brutaal in te nemen, maar door het rustig te omsingelen en ervoor te zorgen dat Rome geleidelijk aan uitgehongerd ging worden. Dus dat ze verplicht werden eigenlijk zichzelf over te geven. En dat leek te werken, lange tijd. Hè. En net op het punt dat de Romeinen eigenlijk van plan waren zich over te geven, omdat ze geen uitweg meer zagen, toont de jonge Romein Gaius Mucius dat hij zich nog niet zomaar gewonnen wil geven. En dan begint het verhaal. Adolescens nobilis Gaius Mucius, obsessam urbem, aliquo audaci facinore, liberare constituit. Hoe pak je zo'n zin aan? Nogmaals, vertrek van je kern, onderwerp en persoonsvorm. Meestal, en dat is hier het geval, je onderwerp vooraan. Adolescens nobilis Gaius Mucius. De adellijke jonge man, de jonge man van adel. Nobel in het Nederlands komt ervan. Vroeger werd gedacht dat mensen van adel per definitie nobel en dus goed waren. Een adellijke jonge man, en was zijn naam? Gaius Mucius. En uw persoonsvorm staat mooi achteraan, zoals normaal. Constituit, constitueren, besluiten. Hier is het een praesens, maar we zitten in een verhaal, dus je mocht dit zien als een historisch praesens. En dan vertaalt je mijn verleden tijden. Een adellijke jongeman, Gaius Mucius, besloot. En dan moet je mee nadenken met het Latijn. Wat besloot hij? Liberare, te bevrijden. Wat te bevrijden? Leidend voorwerp in de accusatief. Obsessam urbem, de belegerde stad. Daarmee wordt Rome bedoeld. Hè? Rome werd door Porsenna belegerd. In de hoop dat de Romeinen zich zouden overgeven. Hè? Dus besloot de belegerde stad te bevrijden. Op welke manier? Ablatief BWB wijze. Aliquo audaci facinore. Door of met een of andere, audax betekent moedig, moedige daad. Facinus, facinoris, daad.
De meeste mensen denken vaccino's dat dat altijd een misdaad, een slechte daad is. Maar daar zit vaker in. Hè? Vaker kan dat iets doen. Dus de meest neutrale betekenis van vaccino's is gewoon daad. En dat is hier de betekenis. Met een of andere moedige daad. En dan hebben we gans die zin. Hè? Een adellijke jongeman, Gaius Mucius, besloot de belegerde stad met een of andere moedige daad, of door een of andere moedige daad, te bevrijden. Urbs urbem kent je, obsessam, die vorm kent je nog niet. Jullie hebben het participium praesens, het actief participium praesens al gezien. Ik heb jullie gezegd dat er ook nog een participium perfectum bestaat. En dat is altijd passief. Participium praesens hebben we geleerd, vertaald met een onvoltooid deelwoord meestal. Spelend, wandelend. Het participium perfectum zullen we met een voltooid deelwoord vertalen en passief. En in deze tekst gaan we redelijk wat participia perfecta tegenkomen als eerste kennismaking. En later zullen we dan wel zien hoe dat in detail werkt. Maar dus hier zie je al een voorbeeld van zo'n participium perfectum. We vertalen met een voltooid deelwoord belegerd. Net als een participium praesens staat een participium perfectum bij een kern. Obsessam staat bij urbem. En komt ermee overeen in naamval, geslacht en getal. Dus accusatief, vrouwelijk, enkelvoud. Onthoud, een participium, parts wil zeggen deel. Dus een participium is voor de helft werkwoord. Actief of passief. Het is een wijs. Het heeft tijden, praesens perfectum. Die kenmerken heeft het van een werkwoord. Maar het heeft geen persoon. Het heeft wel een naamval. Het kan in een naamval staan. Nominatief, actief, genitief, datief, ablatief, hier accusatief. En geslacht en getal. En die kenmerken heeft het samen met de naamwoorden, substantieve, adjectieven. Dus een participium, vandaar ook de term, ook in het Nederlands, deelwoord. En dan zeg je voor een deel, vertoont je kenmerken van een werkwoord en voor een deel van een naamwoord. Goed, dus we beginnen het verhaal met Gaius Mucius. Dat is een jonge man en iemand uit adel, dus een belangrijk en voornaam personage. En die besluit, is hier genoeg geweest, ik geef mij niet zomaar gewonnen, ik wil de stad Rome, de belegerde stad, bevrijden van die Porcena, die een Etruskische koning naar Rome wil veroveren. Idio, en dus, cum ferro intra vestem abscondito, proficiscitur. Proficiscitur, achteraan in uw zin, een werkwoord. Je ziet een passieve uitgang, tur. Maar het grondwoord is proficisci, or. In uw woordenlijst vertaalt je dat met vertrekken. Wanneer je een passieve uitgang ziet en een actieve vertaling, dan zitten we bij de deponente werkwoord. Dus proficiscitur is een deponent indicatief praesens, drie enkelvoud. Net als constituit, praesens, maar historisch praesens. Dat wil zeggen, vertaal met een verleden tijd. En dus, of daarom, vertrok hij. Cum. En er volgt onmiddellijk een woord in de ablatief. Dus cum is hier geen voegwoord en betekent wanneer. Nee, het is een voorzetsel en betekent met. Ferrum comma i, ijzer, zwaard, iets wat van ijzer gemaakt is. Of gewoon algemeen een wapen. Daarom vertrok hij met een ijzer, met een zwaard, met een wapen. En bij ferro krijg je abscondito. Jullie herkennen misschien al het grondwoord abscondere, verbergen. Jullie zien hier een participium perfectum, het voltooid deelwoord, absconditus aum. Participium praesens hebben we al gezien, dat heeft de uitgangen van de adjectieve tweede klasse. Participium perfectum, dat heeft de uitgangen van de eerste klasse. En dat hebben we al kunnen zien bij obsessam. Bij urbem, die am, dus zoals bonus aum. Hier ziet je ook, ferro, abscondito staat erbij,
De uitgang O is de uitgang van de adjectieven eerste klasse. Dus ablatief, onzijdig, enkelvoud, het staat bij ferro. Een paar keer in presens moesten we gelijktijdig vertalen. Lopend of die loopt. Een paar keer in perfectum zullen we voortijdig vertalen. Dus niet gelijktijdig, maar voortijdig. Wat je hier kunt zien, hè, verborgen was. Dus hij heeft dat eerst moeten verbergen. Intra vestem, onder zijn kledij. En dan is hem vertrokken. Dat wil voortijdig zeggen, hè, dat je in het verleden vroeger gebeurt dan een andere handeling in het verleden. Goed. We hebben het nog niet gezien, maar ik leg het geleidelijk aan. Het part keep in perfectum via deze tekst. Ik geloof dat dat de beste manier is. Hoor. En dus vertrok hij met een wapen dat onder zijn kledij verborgen was. Niet verborgen is, omdat je hoofdwerkwoord verleden is. Stel dat je vertaalt vertrekt, dan is het verborgen is. Maar we vertalen vertrok en dus verborgen was. Goed. Dus hij is iets van plan, hè. Je kunt al vermoeden, als je een wapen meeneemt, dan zijn ze van plan iemand te vermoorden. Wat doet hij? Tiberim flumen tranat et in ostium castra pervenit. Uw historisch praesens wordt verder gezet. Ja? Dus we zijn begonnen met constituit, historisch praesens. Proficiscitur, historisch praesens. Tranat, historisch praesens. Tranare, overzwemmen. Pervenit, pervenire, in plus accusatief bereiken. Historisch praesens. Dus bij determineer zeg je praesens, maar je vertaalt verleden. Vandaar de term historisch praesens. Tiberis. Hier in de accusatieve uitgang im in plaats van m, dat is een beetje een uitzondering. Dat is de rivier die door Rome stroomt. Hè? Dus hij zwom de rivier de Tiber over. De Romeinen hadden de gewoonte bij aardrijkskundige namen vaak erbij te zetten wat het is, een berg of een rivier. In Nederlands doen we dat niet. Hè? Dus vloemen hoeft je niet te vertalen. Hij zwom de Tiber over. Accusatief lijnend voorwerp. En hij bereikte het kamp, hostium, genitief, van de vijand. Deze genitief, BVB, bij castra. Castra accusatief, bij het voorzetsel in. Hij kwam letterlijk aan in het kamp van de vijand. Hij bereikte het kamp van de vijand. Castra, orum, accusatief, onzijdig meervoud. Kamp. Dat is zo'n woordje dat bestaand meervoud, maar je vertaalt enkelvoud. Herinner u de inleiding? Porsena had Rome omsingeld en zijn kamp was iets buiten Rome opgesteld. Hè? Dus Gaius Mucius is van plan daar naartoe te gaan en hij bereikt dat kamp. Hij is daar wel eerst een Tiber moeten veroveren. Goed. Dan kunnen we verder. Ubi eo venit. En nu staat er op de E een lange streep. Hier niet. Dus deze E is kort. Praesens. Wanneer op de E van venire een platte streep staat, dat wil zeggen, dat is een lange E. En dat is het verschil tussen praesens en perfectum staat bij venire. Dus venit perfectum. Toen hij daar kwam. Eo is gewoon een bijwoord. Hè? Daar. Ubi een voegwoord. Dus eenmaal aangekomen daar in dat kamp, toen hij daar kwam, in media turba properegium tribunal constitit. Constitit is een perfectum, zie je hier, van consistere. Consistere, o, hier zich opstellen. Hij stelde zich op. Hè, toen hij daar aankwam, stelde hij zich op. En dan krijg je nu twee bijwoordelijke bepalingen. Eén in ablatief en één in de accusatief. Waar stelde hij zich op? Eenmaal aangekomen in dat kamp.
van Porsena in Etrusken. In media turba, medius aum, middelste, of in het midden van. Stel dat je hier middelste kiest. In de middelste massa. Dat klopt niet. In het midden van de massa, gevuld, dat is beter. Zo moet je medius aum hier vertalen. Hè? Ablatief, BBB, plaats. Stelde hij zich op, hè, in het midden van de massa. BBB, plaats, ablatief. En dan zie je prope. Prope is een voorzetsel met accusatief. Dus regium, tribunaal, accusatief, onzijdig enkelvoud. Prope plus accusatief, dichtbij. Ook een BBB van plaats. Hè. Dichtbij het podium. Het podium van wie? Regium. Dat is geen genitief. Dit komt niet van het grondwoord rex, maar van het adjectief regius aum. Koninklijk. Dicht bij het koninklijke podium. Dicht bij het podium van de koning. Dus je moogt met van de koning vertalen in Nederlands, maar in het Latijn is regium eigenlijk gewoon een adjectief, accusatief, onzijdig enkelvoud, regius aum, en het staat bij het tribunaal. Goed, hè, toen hij daar kwam, stelde hij zich op, midden in de massa, dicht bij het podium van de koning. En dan gaat het verhaal verder. Ibi, daar, stipendium, militibus ascriba juxta regem sedenti, forte dabatur. Kern van uw zin is altijd onderwerp en werkwoord. Onderwerp. Stipendium, nominatief onzijdig enkelvoud. Soldij. Soldij betekent loon, hè? Het geld dat je maandelijks verdient. Loon, stipendium. Onderwerp van dabatur. Dabatur, van dare, comma, o, geven. Jullie zien hier een imperfectum. Kenletters ba. Uitgang tur van het passief. Dus passief, indicatief, imperfectum. Werd gegeven. Daar werd het loon gegeven. Wat verwachten u nog? Aan wie? Meewerkend voorwerp in de datief. Militibus. Aan de soldaten. Dus dat was een militair kamp, hè, van de Etrusken, onder leiding van koning Porsena. En die een dag werd aan de soldaten geld gegeven. Hè, hun maandelijkse soldij. Wat krijgt je dan nog bij militibus? Dabatur stipendium. Een handelende persoon. Want we hebben een passief werkwoord, dus je kunt ook een handelende persoon verwachten. A plus ablatief. Door de secretaris. Scriba, ai, secretaris. Ablatief, mannelijk, enkelvoud. BBB, handelende persoon. Die een uitgang lijkt vrouwelijk, maar dat geslacht is mannelijk. Hè? Dus voorlopig hebben we een onderwerp, een meewerkend voorwerp en een handelende persoon. Hè? Daar werd soldij aan de soldaten door een secretaris gegeven. Forte is een bijwoord en betekent toevallig. Heeft niks met fortis is e te maken. Forte is hier een bijwoord en betekent toevallig. En dan zien we hier een mooi part Ibium praesens. Dat hebben jullie wel gezien. Hoe herkent je dat? Kenletters NT. Grondwoord is een werkwoord. CD, come eo. Praesens tam, CD. Kenletters part Ibium praesens, NT. En uitgangen, adjectieven, tweede klasse. Uitgang I. Ablatief op I. Dus niet substantieven tweede klasse, want die zou een ablatief op E hebben. De adjectieven van tweede klasse, die hebben een datief en een ablatief op I. Sedenti, dat moet je zetten bij scriba. Dus dat moet je vertalen bij scriba door het secretaris. Die naast de koning zit of zat. Hoe kunt je dat weten? Kijk naar je hoofdwerkwoord, dabatur. Dat is verleden, imperfectum. U participium praesens. Praesens drukt eruit niet heden. In participium drukt praesens uit gelijktijdig. Dat wil zeggen, vertaal mij in dezelfde tijd als je hoofdwerkwoord. Werd gegeven, onvoltooid verleden tijd, dus zat en niet zit. De secretaris die naast de koning zat. He.
Dus hier vertelt waar de keep your brightness best met die puntje puntje zat, hè, en niet meer zittend, want dan wordt het een beetje lang. Hè. De, naast de koning zitten de secretaris, dat is wat lang, dus de secretaris die naast de koning zat. Goed, en dan herneem ik aan de zin, hè. Daar werd soldij aan de soldaat, toevallig soldij aan de soldaten gegeven, door de secretaris die naast de koning zat. Juxtap is een voorzetsel met accusatief naast. Dus de BBB plaats. Let op het gebruik van de tijd hier. Imperfectum in de indicatief drukt uit. Duur. Hè? Je bent er even mee bezig. Hè? Het loon geven aan al die soldaten. Dus dat was een handeling die bezig was. Constitutis perfectum. Dus hier wil de schrijver gewoon zeggen. Een eenmalig feit in het verleden. Een verhaal in perfectum. Bij dabatur gebruikt de schrijver imperfectum, daarmee wil hij zeggen, hier wil ik benadrukken dat die handeling in het verleden bezig was, duurde. Hè? Daarom imperfectum. Mucius tribunali accessit. Nu opnieuw perfectum. Perfectum. Accedere, o, naderen, staat met de datief. Dus tribunali, datief, voorwerp bij accessit. Mucius, onderwerp. Mucius naderde het podium. Accedere gaan, ad naar, die deze een C geworden. Dus accedere gaan naar, perfectum hier, drie enkelvoud. Dus hier dacht de schrijver, ik wil niet benadrukken dat die handeling lang duurt. Nee, gewoon een eenmalig feit in het verleden. Hij ging naar dat podium, punt. Perfectum. Mucius ging naar het podium, et en prorege, quem num quam viderat, scribam occidit. Pro kan betekenen voor, maar hier heeft het de betekenis van in plaats van. En in plaats van de koning. En bij koning krijgen we een bijzin tussen komma's ingeleid door die. De koning die, num kwam betekent nooit. Widerat is een persoonsvorm van videre, ego. Zien. Wat ziet hier de perfectumstam? Wide. Videre, ego. Widi. Dus je perfectumstam is wid. Uitgang erat, dan zit geen plusquamperfectum. Widerat, actief, indicatief, plusquamperfectum. Voltooid verleden tijd in Nederlands. In plaats van de koning die hij nog nooit gezien had. Occidit scribam. Scribam leidt een voorwerp bij occidit, occidere doden. En je merkt op de i een platte streep. Dat wil zeggen, dit is een perfectumstam. Want net als bij venire is het verschil tussen de praesens en de perfectumstam gewoon de lengte van de klinker. Een korte i, occid, is de praesensstam. Een lange i is de perfectumstam, occid. En dan een uitgang iets van perfectum. Dus hier heb je gewoon, net als bij accessit, een perfectum, eenmalig feit in het verleden. Doodde hij de secretaris. En in plaats van de koning, die hij nog nooit gezien had, doodde hij de secretaris. Begrijpelijke fout, hè. Mucius was van plan de koning, dus Porsena, te doden. Hij ziet daar op het podium een figuur zitten die geld geeft aan alle soldaten. En hij vermoedt, dat is dan de belangrijkste hier. Die zit daar op het podium, die geeft aan iedereen geld. Dat zal de koning wel zijn. Maar hij heeft niet door dat dat eigenlijk de secretaris maar is. Dus hij doodt eigenlijk de foute persoon. Hè. In plaats van de koning, Porsena, die hij nog nooit gezien had, doodde hij de secretaris. De meeste van deze vragen heb ik in mijn uitleg beantwoord. Hè. Dus Mucius wou Rome bevrijden van de Etrusken. Wat ging hem doen? Hij wist het misschien nog niet in detail, maar wel een of andere datum. Aliquo facinore. Vredelievend nee, want hij had een wapen, hè, verborgen onder zijn kledij. Dat kamp bevond zich aan de overkant van de Tiber, daarom moest hij de Tiber overzwemmen. Hè. Wat doet Mucius meteen na zijn aankomst in kamp? In media turba, dus hij zet zich midden in de massa. Prope regium tribunal, dicht bij het podium van de koning.
Wie stond er op dat podium? Militairs, de soldaten, Scriba, de secretaris, Rex, de koning en Mucius zelf. En het gezicht, misschien begrijpelijk dat hij zich vergist heeft van persoon, hè. Hij had de koning nog nooit gezien. En dan kunnen we verder. Natuurlijk, ja. Nu zit hem daar in het midden van het kamp van de vijand. Hij heeft daar net iemand vermoord. Hij zit daar alleen. Dan komt hem in oude schoentjes, hè. Fugere tentavit. Hij probeerde te vluchten. Tentare proberen. Perfect om hier. Eenmalig feit verleden. Hij probeerde te vluchten. Sed, maar... Amilitibus comprehensus ad regem retractus est. Trahere, o. Trekken, slepen. Het voorvoegsel re betekent terug. Dus retractus est, moet je samen nemen, is een persoonsvorm. En passief, indicatief, perfectum. Drie enkelvoud van retrahere, o. Verhalen perfectum, dus vertalen met een onvoltooid verleden tijd. Werd teruggetrokken, werd teruggebracht. Maar hij werd teruggebracht. Door wie? A militibus. Ablatief BB handel persoon. Door de soldaten. Tot bij wie? Hè? Naar wie werd hij teruggebracht? Hè? Tot bij wie? Tot bij welke persoon? Accusatief BB richting. Ad regem. Hè? Tot bij de koning. Hè? Porcena. En dan heb je nog comprehensus. Hebben jullie nog niet gezien? Maar je herkent de vorm misschien al wel. Uit de stamtijden, hè? Comprehendere, comprehendi, comprehensum. Het participium perfectum. Comprehendere, grijpen. Participium perfectum. Vertalen we passief en voortijdig. Dus nadat hij gegrepen was. De uitgang us zegt u dat je het moet vertalen bij het onderwerp. Hij. En dan hebben we, maar nadat hij door de soldaten gegrepen was. Ad regem retractus est, werd hij... tot bij de koning teruggebracht. Die koning stond nog op dat podium. Hè. Mucius probeerde te vluchten, maar nadat hij gegrepen was door soldaten, werd hij teruggebracht, hè, tot bij de koning op dat podium. Rogavit hic. Hic haec hoc. Aanwijzend voornaamwoord. Hic is nominatief mannelijk enkelvoud, dus het verwijst naar iemand die net genoemd is, regem. Deze koning, hè, of gewoon hij... Vroeg, rogavit perfectum. Quis es, wie ben jij? Vragend voornaamwoord. Je ziet hier de vorm quis, dus zelfstandig gebruikt. Anders had er de vorm qui gestaan. Hè? En hadden we moeten vertalen met welke. Maar hier is het zelfstandig vragend voornaamwoord. Nominatief mannelijk enkelvoud. Wie ben jij? Mucius minans inquit. Hij zei. Mucius zei, en dan heb je minans, het grondwoord minari, or dreigen, en je herkent de kenletters van participium praesens. Dus je moet onvoltooid deelwoord vertalen, dreigend, of die dreigde. Mucius die dreigde, zei, Mucius zei dreigend, dat is beter, hè? Dus Mucius zei dreigend. En dan is minans nominatief bepaling van gesteldheid, hè. En Mucius gewoon onderwerp. Wat zei Mucius dreigend? Romanus sum civis. Ik ben een Romeinse burger. Romanus civis. Nominatief NWD, hè? Sum koppelwerkwoord. Civis, de burgers, me vocant, noemen mij Gaius Mucius. Civis is nominatief onderwerp van vocant. Me is accusatief leidend voorwerp van vocant. Wat doen we dan met Gaium Mucium? Bepaling van gesteldheid. Hoe noemen de burgers mij? De burgers noemen mij Gaius Mucius. Hoek veni. Hoek is een bijwoord hierheen. Veni is van venire, actief indicatief perfectum. Eén enkelvoud. We zitten hier in een mededeling. Hè? Tussen aanhalingstekens. Dan moeten we het perfectum mededelen vertalen. Niet ik kwam. Maar ik ben gekomen. Ik ben hierheen gekomen. Quod, omdat, regem occidere volui
omdat ik de koning wilde doden. Hier kiezen we toch voor wilde, omdat heb gewild een beetje stroef klinkt in Nederlands. Omdat ik heb gewild de koning te doden. Hier mogen we wel verhalend vertalen van mij. Omdat ik de koning wilde doden. Nec solus ego hunc impetum in te in animo abui. In animo abere betekent van plan zijn. Hier perfectum, net als veni, in enkelvoud. En ik ben niet van plan geweest, solus. Hè? Ik niet alleen. En ik niet alleen ben van plan geweest. Hunc impetum in te. Deze aanval op jou. Van plan zijn, niet zo vlot hier. Hè? In gedachten hebben. Ja. En ik niet alleen had deze aanval tegenover jou, hè, in T, in gedachten. In plus accusatief, hè. Een aanval richting jou, in plus accusatief bij B-richtingen. Hunc impetum, gewoon leidend voorwerp bij in animo abui. Ik. Ego, onderwerp, solus, BVG, nominatief. Dus Mucius zegt hier tegen Porsena, fier, er ligt niet, hij staat daar trots, zelfzeker, hij zegt wie hij is. Ik ben een Romeinse burger, ze noemen mij Gaius Mucius. Ik was effectief van plan u te doden. En je hebt mij gearresteerd. Maar, er gaan er nog komen, ik was niet de enige dat de plan had. Nee, je mocht nog. Zo'n zotte verwachten die van plan zijn dit te doen. Je zult nooit rust vinden. Longus post me, ordo est juvenum idem decus petentium. Post me, post voorzet van mijn accusatief. Hè? Na mij, BWB tijd. Ordo est longus. Na mij is de rij lang. Ordo ordinis, rij. Nominatief mannelijk enkelvoud, onderwerp van est. Longus is dan naamwoordelijk deel. Hè? Dus na mij is de rij lang. Juvenum. Genitief bij ordo. Een rij van wat? Een rij van wie? Van jonge mannen. Juvenum, genitief. Mannelijk meervoud van juvenis. BVB bij ordo. Na mij is de rij lang. Van jonge mannen. Dus na mij gaan er nog veel jonge mannen komen. En dan krijg je bij juvenum een participium praesens petentium. En dan komt ermee overeen in naam van geslacht en getal. Dus ook genitief mannelijk meervoud. Participium praesens herkent je aan. De praesensstam van petere. Kenletters nt. Uitgang adjectief tweede klasse. Genitief op ium. Dus vertaal dat bij juvenum, van jonge mannen die, idem decus, dezelfde eer nastreven. En met dezelfde eer nastreven bedoelt Mucius, die ook Rome willen bevrijden van het juk van de Etrusken en van plan zijn u te doden. Hè. Dat brengt eer, want dan gaan de Romeinen, als je daarin slaagt, u voor altijd herinneren en dankbaar zijn. Hè. Dat zegt hij hier, hè? En idem decus is dan accusatief onzijdig enkelvoud. Leidend voorwerp bij petentium, wat nastreven, idem decus, leidend voorwerp. Dus hij zegt hier, post mee, na mij is de rij lang van jonge mannen die dezelfde eer nastreven. Singulis oris de vita tua timebis. Timebis van timere, vrezen. Praesensstam, kenletter B van futurum simplex, spintlinker I, uitgang S. Je zal vrezen. Voor wat? Vita tua, voor jouw leven. Wanneer? BWB tijd. Singulis oris. Op afzonderlijke uren, letterlijk. Elk uur. Elk uur zal je vrezen voor je leven. Dus je zult nooit op je gemak zijn, zegt Mucius. Je hebt mij nu wel gevangen. Maar jij leeft in de onzekerheid
Hoeveel gaan er nog komen, zoals Mookius? En wanneer gaan die komen? Ik ga mij nooit veilig voelen. Dus elk uur van de dag zult je moeten vrezen voor je leven. Ostem cum ferro in ipso vestibuli abebis. Opnieuw, futurum, letter B. Van abere, futurum simplex, je zal hebben. Leidend voorwerp, ostem. Je zal een vijand hebben. Cum ferro, met een zwaard, met een wapen. Waar? In ipso vestibulo, in de ingang zelf. Dus in een ingang van uw kamp zelf. Hè. Dus je zult nooit u veilig voelen. Je zult altijd leven met de gedachte, er kan de vijand hier in mijn kamp zomaar binnenslapen en mij willen vermoorden. Dat zegt hij hier. Hoc bellum tibi juventus romana incidit. Indicit. Indiker, o verklaren. Presens. Gewoon presens hier. Geen historisch, een gewoon. Want Lucius is aan het woord. Hè. Juventus Romana is nominatief onderwerp van indicit. De Romeinse jeugd verklaart. Wat verklaart de Romeinse jeugd? Hoc bellum, leidend voorwerp in accusatief, deze oorlog. Aan wie verklaart de Romeinse jeugd deze oorlog? Datief meewerkend voorwerp, tibi. Aan jou. Dus de Romeinse jeugd verklaart deze oorlog aan jou. Dus er zijn nog veel jongeren, zoals Mucius, die van plan zijn zich niet zomaar gewonnen te geven, maar tot het bittere einde zullen vechten voor hun vrijheid. Dat zegt Mucius tegen Porcena, dat zijn de regiment. Nullam aciem nullum proilium timere de bebis. Futurum blijft aangehouden, hè? DB, prijs en stam, kenletter B van Futurum. DB, moeten. Je zal moeten vrezen. Leidend voorwerp, wat zal je moeten vrezen? Nullam aciam, geen enkele slaglinie. Tweede leidend voorwerp, nullum proilium, geen enkele veldslag. Dus je zal geen enkele slaglinie, geen enkele veldslag moeten vrezen. Dat klinkt een beetje raar qua betekenis. De volgende zin maakt dat duidelijk. Singuli viri te petent. Petere, comma o, dus de kenletter e van het futurum simplex hier. Singuli viri, letterlijk afzonderlijke mannen. Mannen één voor één, dus niet allemaal samen, zoals in een slaglinie. Het is geen veldslag, dat Romeinse jonge mannen samen een front vormen en een oorlog voeren tegen hem, dan heb je minder bang, want dat kun je beter controleren, plannen. De angst die Porcena nu in de ogen van Mucius moet hebben, uw vijand gaat zich niet in een slaglinie presenteren. Dat gaat geen een mooie veldslag worden. Dat zullen singuli viri zijn, altijd mannetjes, één voor één, die naar u zullen komen. En daar moet je meer angst voor hebben, want dat zijn wat Amerikanen noemen lone wolves, afzonderlijke wolven die in hun eentje geheim iets plannen en infiltreren. En daar, dat zeggen veiligheidsdiensten nu nog, die zijn het moeilijkst te beveiligen. Daartegen kun je het moeilijkst beveiligen, daar moet je het meest bang van hebben. Dat zegt Mucius hier tegen Porcena dreigend. Hè. Mannen zullen één voor één naar jou gaan, zullen één voor één jou aanvallen. T, lijn voor van petent. Hè? Singuli viri. En dat zijn de woorden van Gaius Mucius, hè, de dreigende woorden. Rex simul ira incensus, periculo queteritus exclamavit. Exclamare, uitroepen, perfectum hier, verhaal perfectum. De koning riep. En dan krijg je bij koning twee keer een particip imperfectum. Incensus, van inkenderen, in brand steken. En teritus, van terere, bang maken. Periculum betekent gevaar, ira, woede. Simul betekent tegelijk. Ira staat in ablatief, omdat BBB oorzaak is bij incensus, die door woede instoken was. Waardoor? Door woede. Periculo is ook ablatief, BBB oorzaak, maar dan bij teritus, die bang gemaakt was door het gevaar. Que, zijn voegwoord, en verbindt teritus met incensus.
En deze twee participia moet je vertalen als een bijzin bij je onderwerp, rex. Dus de koning die tegelijk door woede ontstoken was en door het gevaar bang gemaakt was, riep uit: Qui sunt isti sicari? Wie zijn die slaapmoordenaars? Hier qui van het vragend voornaamwoord, qui quae quod, zelfstandig. Dus niet quis, dat is nominatief mannelijk enkelvoud. Hier zie je nominatief mannelijk meervoud. Quie, qui quae quae, qui nominatief mannelijk meervoud. Wie zijn die slaapmoordenaars? Sicarius, een slaapmoordenaar, oorspronkelijk. Sica is een soort sikkel, een scherpe dolk, waarmee die mannen mensen stiekem vermoorden. In het Spaans, je zegt sicario, dat is ook verfilmd onlangs over huurmoordenaars. De drugskartels, die hebben ook van die hitmen, huurmoordenaars, assassins, en ze noemen die dan ook sicarii. Wie zijn die slaapmoordenaars? Quae sunt insidiae eorum? Insidiae is meervoud, maar je vertaalt als enkelvoud. Wat is hun hinderlaag? Quae sunt insidiae eorum? Quae komt overeen met insidiae, dus nominatief vrouwelijk meervoud. Eorum van is eaite, voornaamwoord, van hen, hun hinderlagen. Dus Porsena vraagt hier, wie zijn dat dan, die jonge mannen, die slaapmoordenaars? En wat zijn zij van plan? Hoe ziet hun hinderlaag eruit? Vraagt hij aan Mucius. Quod Mucius concilia non propere apervit, Porsena imperavit. Omdat Mucius concilia zijn plannen non propere, niet dadelijk, onthulde. Aperire betekent openen of onthullen. Hier is leidend voor plannen. Plannen opent je niet, die onthult je, bekend maken. Aperuit perfectum van aperire. Concilia, leidend voorwerp, accusatief. Mucius, onderwerp. Dus omdat Mucius niet dadelijk, niet meteen zijn plannen onthulde, uit de doeken deed. Imperabit Porsena, beval Porsena. Dus Mucius antwoordt niet op die vragen. Hè. Uiteraard niet, want dan geeft hij zijn geheime prijs. Hè. Stel dat hier een reeks namen had gezegd, dan had Porsena die gewoon kunnen laten oppakken. Stel dat hij had gezegd wat hun plan was, dan had Porsena zich daar goed op kunnen voorbereiden. Maar Mucius antwoordt niet. Dus Porsena woedend, hè, en hij geeft een bevel. Milites eum ad foculum traite. Hij geeft een bevel, dus imperatief meervoud. Soldatum. Hij spreekt zijn soldaten aan, dus vocatief, aanspreking. Soldaten. Trek hem, sleep hem tot bij de offerhaard. Eum van is eait, persoonlijk voornaamwoorden. Accusatief, leidend voornaam bij traite. Imperatief meervoud. Ad foculum, foculum kan hier offeraard. Ad plus accusatief, bij richtingen. Sleep hem tot bij de offeraard. In elk kamp was er een vuur hè, om te offeren aan de goden. Dat stond er vlakbij. Hè. En waarschijnlijk had Porsena gehoopt. Jij wilt niet zeggen, is zien wat je doet als we dreigen u hand in het vuur te steken. Dan zult u wel spreken. Maar Mucius is hem voor. Hè? Sed Mucius inquit. Maar Mucius zei, flamma istai me non terent. Die vlammen, me non terent, maken mij niet bang. Maak hier geen futurum simplex van, omdat je een E ziet. Hè? Deze E wordt tot stam, de praesensstam van terere comma eo, dus praesens. Flamma istai, nominatief onderwerp. Die vlammen maken mij, accusatief leidend voorwerp, niet bang. Dus Porsena had gehoopt, hij lost zijn plannen niet, hij wil geen details geven, dan gaan we hem folteren. Sleep maar tot die offerhaard, tot dat vuur. En Mucius zegt, dat ga je niet uithalen. Ik ben niet bang van die vlammen, dus je kunt al vermoeden wat hem van plan is. Hè. En dat is dan het volgende stukje. Hier zit je onderaan die dialoog.
vertolking en links ziet je dan Porcena en rechts Mucius. En hier dan de vertaling in hun tekstballonnen, maar die heb ik al overlopen met jullie. En dan het laatste stukje. Post aec verba, na deze woorden. Verbum, i, woord. Hic haec hoc, aanwijzend voornaamwoord, deze, dit, staat bij verba. Post plus accusatief, een voorzetsel. Dus post aec verba, accusatief, bwb, tijd, wanneer, na deze woorden. En deze woorden verwijzen dan naar wat Mucius net heeft gezegd, hè. Die vlammen maken mij niet bang. Wat doet hij na deze woorden? Dextram injecit in foculum, ad sacrificium incensum. In icere, io, steken. In. Je ziet hier de perfectum staan. In jeek. Dus in jeekit, actief indicatief perfectum. Drie enkelvoud van in icere. Na deze woorden stak hij in de offeraard. Wat? Lijn op voorhand. Dextram, zijn rechterhand. In foculum, BOB-richting. En met foculum krijg je dan een participium perfectum. Dus we moeten passief vertalen en voortijdig. Injecit is verleden, dus aangestoken was. De offeraard die aangestoken was, ad sacrificium, voor een offer. Ad plus accusatief drukt in die richting uit, maar eerder een doel, BOB doel. Incensum van inkenderen, in brand steken, aansteken. Denk aan Frans voor brand en sambi. Dus Mucius hier, na deze woorden, stak in zijn rechterhand in de offeraard, die voor een offer aangestoken was, toont folteren gaat niks uithalen. Hier, je hoeft mij niet te verplichten. Ik steek vrijwillig mijn rechterhand in dat vuur om te tonen. Ik ga niks verklappen. Mij kunt je niet kraken. Hier, denk je dat ik bang ben van vuur? Hop, hij steekt zijn rechterhand erin. Dan moet Porcena geweldig angst hebben gebracht, hè. Van amai, wat een zot is dat. Neque lacrimae in oculis apparuerint. Neque dolere visus est. Neque, neque, en niet, nog, nog. Apparuerunt, van apparere, perfectum, verschijnen. Erunt, hè, uitgang perfectum, drie meer gaat. Visus est, van videri, schijnen, koppelwerkwoord. Deponent, indicatief, perfectum. Lacrima, traan, hier nominatief meervoud, onderwerp. Nog verschenen er tranen in oculis, in zijn ogen. Ablatief, bb, plaats. Dus hij zat er met zijn rechterhand in dat vuur en hij keek kalm, waarschijnlijk in de ogen van Porcena, zonder te wenen. Zonder te tonen hier, dat doet mij zeer. Neque lacrima in oculis, apparuerent. Nog tranen verschenen in zijn ogen. Neque dolere visus est, nog scheen hij dolere pijn te hebben. Dus hij wil echt hier indruk maken en tonen. Ik ben Mucius, een Romein, een jonge man. Wij zijn de Etruske beu. Zoals mij, met dezelfde moed en met dezelfde plannen, staat er nog een rij jonge Romeinen te wachten in Rome om precies hetzelfde te doen. En die zijn even moedig als ik. Dat zijn statements. Porcena autem, maar Porcena, miraculo attonitus, e sede prosiluit, militesque mucium ab ignere trahere usit et inquit. Attonitus is een part imperfectum, voltooid deelwoord vertaald, maar Porcena verbijsterd, het komt overeen met onder, dus nominatief mannelijk enkelvoud, Porcena. Uitgang A, maar dat is een man, hè? Dat is een koning, dus dat is mannelijk enkelvoud. Maar Porcena verbijsterd, waardoor, ablatief BWB oorzaak, miraculo, door het wonder, door het spektakel, en dat verwijst dan naar het feit dat Mucius zomaar zijn rechterhand in dat vuur stak en totaal niet afzag, niet weende, geen pijn had. Maar Porcena verbijsterd door dit spektakel, door dit wonder. E sede prosiluit, sprong uit zijn sedes, is zetel. Maar het gaat hier over de koning, dus maak er maar gerust troon van. Prosiluit, perfectum van prosiliri,
Dus sprong op, hè, verhaal perfectum. Sprong op uit zijn zetel. E plus ablatief, BB verwijdering. Jussit, en hij beval. Wie beval hij? Leidend voorwerp, milites. Hij beval zijn soldaten. Wat te doen? Mucium retrare. Mucius, terug te trekken. Ab igno, weg van het vuur. Igne, weg van het vuur. Want dat haalde toch niet uit. Hij was er niet bang van. Hij zag dat niet als foltering. Hij voelde geen pijn, dus heeft dat geen zin. Milites jussit, perfectum van jubere. En hij beval zijn soldaten, mucius, ab igne retrare, uit het vuur weg te trekken. Mucius leidend voor bij retrare. En milites leidend voor bij jussit. Ignis, vuur. Ab plus ablatief drukt hier BWB verwijdering uit. Uit het vuur, weg van het vuur. Et inquit, en hij zei. Dus nu neemt hij terug het woord, Porsenna, en hij zegt tegen Mucius. Toe, aansprekingen. Gij daar. Ab i, imperatief enkelvoud van abire. Ga weg. In te ipsum magis kwam in me hostilia praestidisti. Praestare tonen, denk aan een prestatie. En hier ziet je het indicatief perfectum met twee enkelvouds. We zitten in een mededeling, dus een mededeling vertalen. Je hebt getoond. Je hebt getoond wat? Leidend voorwerp. Accusatief leidend voorwerp. Hostilia. Vijandschap. Je hebt vijandschap getoond tegenover wie? In te ipsum. Tegenover jezelf. Magis. Meer kwam dan tegenover mij. Dat zegt hij hier. Hè? Tegen Mucius. Ga weg. Je hebt vijandschap getoond tegenover jezelf, meer dan tegenover mij. In plus accusatief. Als je niet meteen, want soms kunnen we iets vertalen zonder echt de betekenis van woord te begrijpen, met deze woorden bedoelt hij, je hebt jezelf fysiek gestraft. Je hebt jezelf gefolterd. Dus eender wie bereid is zich fysiek toe te takelen, zichzelf fysiek te straffen, hè? In te ipsum, dus je eigen rechterhand vrijwillig in een vuur. Als je bereid bent dat te doen, dan ben je gevaarlijk, dan ben je extremistisch, dan ben je, wat ze nu zouden noemen, een terrorist. Nee, als je bereid bent uzelf te verwonden, of desnoods als echt moet het ultieme offer, uzelf, je eigen leven te geven, om uw doel te bereiken, namelijk Rome te bevrijden. Met zo'n mensen kun je niet onderhandelen. Die kun je niet afdreigen. Die kun je geen bevel geven. Die zijn extreem. Dat zijn terroristen. Dat is het punt dat hij hier probeert te maken. Hè. Je hebt ten opzichte van uzelf meer vijandschap getoond dan ten opzichte van mij. Utinam ista virtute promea patria pugnares. Utinam vertaal me, ik wou dat. Pugnares komt van pugnare, vechten. Die werkwoordsvorm moet je niet kennen dit jaar. Onthoud gewoon hoe je het vertaalt. Ik wou dat jij vocht. Ista virtute ablatief, BWB wijze. Met die moed, propus ablatief, voor mijn vaderland. Dus hier zegt hij ergens wel dat hij Mucius bewondert. Porsena zegt hier, mochten mijn soldaten zo moedig voor hun eigen vaderland vechten, dan zou de Etrusken nog machtiger zijn. Mochten alle soldaten van de Etrusken even moedig en dapper zijn als Mucius, dan hadden de Romeinen geen schijn van kans. Dat is eigenlijk het compliment dat hij hier geeft aan Mucius, hè. Ik wou dat jij vocht met die moed voor mijn vaderland. Dus eigenlijk zegt Porsena hier, jammer dat ik u niet kan gebruiken. Jammer dat je Romein bent en geen Etrusk. Want iemand die zo moedig is, daarvan had ik graag gewenst dat hij voor mijn vaderland en voor de Etrusken vocht. Liberum tamen te inc dimito. En omdat hij Mucius enigszins bewonderd op dat vlak, hoe moedig hij is, straft hij hem niet,
Maar zegt hij, te demito, ik stuur je weg van hier. Liberum, bepaling van gesteldheid, als een vrij man. Tamen, toch. Te accusatief, leidensvorm van dimito. Liberum, accusatief mannelijk enkelvoud, bij te dimito, bepaling van gesteldheid. En toch stuur ik je weg van hier, als een vrij man. Dus Mucius wordt niet gestraft, wordt niet gedood, en mag gewoon terug naar Rome gaan, als een vrij man. Mucius is dankbaar, hè. Tonk Mucius inquit, op dat moment zei Mucius, quia tu mea vitae pepercisti. Quia betekent omdat. Pepercisti, als je dat niet meteen ziet, parkeren met de datief, sparen. Wat gespaard staat in de datief, mea vitae. Dus mea vitae, datief, voorwerp bij pepercisti. Het is perfectum, twee enkelvoud. Het staat tussen aanhalingstekens, dus mededelend vertalen. Omdat jij mijn leven gespaard hebt. Ego quoque tuae vitae parcere volo. Wil ook ik jouw leven sparen. Dus net als hier meae vitae, datief voorwerp bij pepercisti, is hier tuae vitae en vitae datief voorwerp bij parcere. Dus moet je zeggen, jij hebt mijn leven gespaard. Ik ben bereid dat van u te sparen. En waar hij in het vorige fragment nog had gezegd, ik vertel niet meteen hoeveel Romeinse jonge mannen er van plan zijn zelf te doen, of wat ze van plan zijn te doen, doet hij dat nu wel als teken van dank. Trecenti iunes Romani contra te conjuraverunt. 300 Romeinse jonge mannen, nominatief onderwerp van conjuraverunt, hebben tegen jou samen gezworen. Perfectum van conjurare. We zijn nog altijd in een mededeling, dus mededelend vertalen. Hebben samen gezworen. Contra plus accusatief. Te. Tegen. Hè. 300 Romeinse jonge mannen hebben tegen jou samen gezworen. Qui non quiescent. Quiescere ruste. Praesens en stam. Kenletter E futurum simplex. Dus die niet zullen rusten. Priusquam. Vooraleer ze te occiderint. Occidere, o doden. Occid, perfectum stam. Erint, uitgang, futurum exactum. Dus letterlijk, die niet zullen rusten, vooraleer ze jou gedood zullen hebben. Zo vertaalt je letterlijk een futurum exactum, een voltooid toekomende tijd. Vlot mocht je dat als een praesens vertalen. Die niet zullen rusten voor ze jou doden. Die niet zullen rusten vooraleer ze jou gedood zullen hebben. Hier geeft hij de hinderlaag weg en geeft hij het aantal weg. Althans, dat zegt hij, of hij liegt, dat weten we niet. Misschien is dat nog altijd bluf. Maar dat maakt niet uit. Zolang hij Porcena kan doen geloven dat het zo is, heeft het effect. Hè? Dus moet je zeggen hier, jij wil weten hoeveel, zijn er 300. Dat is die lange rij van jonge mannen, hè? 300 Romeinse jonge mannen. Die hebben tegen jou samengezweren. Dus die zijn bereid te doen wat ik wil doen. En die zullen niet rusten vooraleer ze jou gedood zullen hebben. Dus je kunt daar niet mee onderhandelen. Je kunt die niet omkopen. Die hun doel is u vermoorden. En die zullen niet stoppen voor ze dat bereikt hebben. Dus je zult nooit gerust zijn. Ego primus tantum fui. Ik was alleen de eerste. Of als je het mededeelend vertelt, ik ben alleen de eerste geweest. Hè? Ik ben slechts de eerste geweest. Primus fui, hè? Ego onderwerp, primus naamwoordelijk deel. Fui perfectum van esse. Keteri suo tempore aderunt. Keteri de rest, onderwerp van aderunt. Ad esse. Futurum simplex, drie meervoud. Ero eris erit, erimus erit is erunt. Dus ad erunt maakt daar geen perfectum van, omdat je erunt ziet staan. Ad erunt is futurum simplex van ad esse. Dus de rest zal aanwezig zijn, de overige zullen aanwezig zijn, de overige die zullen nog wel komen. Suo tempore, letterlijk, op hun tijd, te gepaste tijden, wanneer het moment rijp is, hè? Op hun moment letterlijk. Suo tempore, ablatief, bb tijd. Keteri, onderwerp, nominatief, mannelijk meervoud van ad erunt. Dus met mij zijn er niet vanaf.
Er gaan er nog komen, hè, 300. Die gaan niet rusten vooraleer ze je gedood hebben. En die zullen ook niet mooi zeggen wanneer ze komen. Die gaan hun moment kiezen. En waarschijnlijk wanneer je het minst verwacht, dan zullen ze toeslaan. Hè, suo tempore. Dat kan tellen als dreigement of om iemand bang te maken. Hè. Porsena praesenti pericolo teritus legatus de pace Roma missit. En of het nu bluf is geweest of effectief zo was, het maakt niet uit. Porsena is onder een indruk. En in plaats van verder Rome te willen belegeren, te veroveren, is hij bereid om vrede te overhandelen. Dat zegt hij, dat staat hier. Dus Porsena missit perfectum van mittere, sturen. Porsena stuurde, nu zitten we terug in het verhaal, niet meer in tussen aanhalingstekens, dus verhaal perfectum, eenmalig feit verleden, stuurde, leidend voorwerp, legato's, gezanten, accusatief mallig meervoud, van legato's, gezanten, stuurde gezanten naar waar, accusatief BB richting Roma, naar Rome. Porsena stuurde gezanten naar Rome. De pace, letterlijk over de vrede, om over vrede te onderhandelen. En waarom doet hij dat? Porsena teritus. Teritus, part in perfectum van terere, hè, die bang gemaakt was. Je merkt opnieuw dat je een part in perfectum passief moet vertalen en voortijdig. Dus Porsena die bang gemaakt was, waardoor, ablatief BOW oorzaak, praesenti periculo, door het aanwezige gevaar. En dat aanwezige gevaar verwijst naar die dreiging van al die Romeinse jonge mannen die niet zullen rusten voor ze Porsena zullen gedood hebben. En dat gevaar zal altijd aanwezig zijn en daar is hem door bang gemaakt. Dus hij geeft zijn belegering op en is bereid om onderhandelaars te sturen over de voorwaarden om tot vrede te komen. Wat hem daarvoor niet van plan was. Dus Porsena, die bang gemaakt was door het aanwezige gevaar, stuurde gezanten naar Rome, letterlijk over de vrede, om over vrede te praten. Senatores mucio virtutis causa agrum dederunt. Dare comma o geven, dedi datum. Dus dederunt is perfectum, drie meervoud, indicatief. Actief indicatief, perfectum, drie meervoud, vandaar. Onderwerp senatores. Het is een verhaal perfectum. Dus de senatoren gaven, en nu kunnen leidend voorwerp geven en verwachten, wat gaven ze in de accusatief? En een meewerkend voorwerp, aan wie gaven ze dat in de datief? Agrum is uw accusatief leidend voorwerp, ager, i veld. De senatoren gaven een veld. Aan wie, meewerkend voorwerp, mucius in de datief. Aan mucius. En waarom doen ze dat? Je hebt hier een voorzetsel, causa met de genitief. Wat is er bijzonder? Normaal staan voorzetsel ervoor. Causa is eigenlijk een achterzetsel. Dus dat voorzetsel staat altijd na het woord in de genitief. Je vertaalt met omwille van. Omwille van zijn moed, hè, virtus virtutis. De senatoren gaven aan Mucius een veld, omwille van zijn moed. Aromanis scaevolae cognomen datum. Cognomen, bijnaam. Jullie weten uit de les geschiedenis of uit vorig jaar dat de Romeinen van adel, en Mucius was een jonge man, nobilis van adel, die hadden drie namen: hè? Een praenomen, een voornaam, een Gaius, een nomen gentilicium, een naam die aangaf tot welke gens, tot welke Romeinse familie van adel je behoorde. Dus Mucius wil zeggen dat hij behoorde tot de gens Mucia. En dan had je ook nog een cognomen, een bijnaam. En dat kon je soms krijgen op basis van iets wat je gepresteerd had, of op basis van een of ander fysiek kenmerk. Mensen die rood zagen, bijvoorbeeld Rufus. En hier krijgt Mucius cognomen linkerhandje, Scaevola. Je kunt al vermoeden waarom, hè? Dus cognomen, nominatief van zijn eigen enkelvoud, onder en van datum is. En daarom datum en niet datus of data. Datum est, vandaar passief indicatief perfectum, drie enkelvoud.
De bijnaam werd gegeven. De bijnaam wat? Letterlijk de bijnaam van Skywalla. De bijnaam van linkerhandje. De bijnaam linkerhandje werd gegeven. Door wie? Bij een passieve vorm, en dit is een passieve vorm. Kunt je een halve persoon verwachten in het Latijn? Ablus ablatief. Door de Romeinen. Dus Romanisch. Ablatief mannelijk meervoud. Handende persoon, en BBB handende persoon, door de Romeinen werd de bijnaam linkerhandje gegeven, bij te denken aan Mucius. Hè. Linkerhandje met hoofdletter, hè. Ook in het Latijn is. Waarom? Hè? Omdat egi scaeva tantum super erat. Super esse, overblijven, dus super erat, maak daar geen pluskwamperfectum van, omdat je erat ziet staan. Erat is gewoon imperfectum van esse. Super esse is een samenstelling van esse. Super esse, overblijven. Onderwerp, skywa. Nominatief vrouwelijk enkelvoud, onderwerp van super erat. De linkerhand. Dextra, de rechterhand. Skywa, de linkerhand. Skywola is het verkleinwoord ervan, linkerhandje. Omdat de linkerhand, tantum, alleen maar, hè, omdat alleen maar de linkerhand overbleef voor hem, hè, bij hem, eji dativ van is, eja iets. Geen meewerkend voorwerp, maar beschouw dat als een bijwoordelijke bepaling, als rol, een nadeel. Hè. Als je maar één hand nog maar kunt gebruiken, namelijk de linkerhand, dat is in je nadeel. Hè. Dus eji dativ. Mannelijk enkelvoud van is, ea, iets, bwb, met als rol nadeel. Omdat voor hem de linkerhand alleen nog overbleef. Vlot. Of je kunt het ook wel zien als bezit. Omdat aan hem alleen nog de linkerhand over was, omdat hij alleen nog maar een linkerhand had. Inderdaad, dief kan ook soms de bezitter uitgedrukt worden. Dat kan ook, ja. Omdat vlot is sowieso omdat hij alleen nog maar een linkerhand had. Hè. Dus vandaar zijn bijnaam. Caius Mucius Skywalla. De vragen heb ik besproken. Hè. Onverschrokken, hij doet zelfs zijn hand in het vuur. Hij weent niet, lijkt geen pijn te hebben. Zo maakt hij indruk, hè, op Porsena. Porsena liet Caius Mucius gaan, geschokt door wat hij gebeurd was. Medelijden niet, respect eventueel, ik kan hem wel waarderen, maar het is vooral dit. 10, nou, dat is persoonlijke mening, hè. Dus als jij vindt, dat is toch niet verstandig, moet je eens laten gaan. Ik had hem vermoord. Voor hetzelfde geld was dat een dreigement. Was Mucius aan het bluffen en waren er helemaal geen 300 jonge mannen van plan zelf te doen. Ik had Mucius gedood en dat was meteen het Romeins verzet de kop ingedrukt. En hadden alle Romeinen kunnen zien... Hier, dat is gebeurd met Mucius, als je probeert nog te verzetten. Dat had even goed kunnen gebeuren. Hè? Dus of dat verstandig was of niet, persoonlijke mening. Wat bood Mucius aan hieraan voor zijn vrijlating? Hij bood aan om zijn leven te redden, hè? En waarschuwde Porsena voor de 299 anderen. In een tekst staat 300, maar hij is er eentje van, hè? Dus 299. Mucius bereikte zijn doel, uiteraard, want Porsena houdt zijn belegering op. En stuurt vredesgezanten naar Rome. Dubbele beloning. Hij kreeg een stuk grond van het senatoren en bijna een linkerhandje. Heeft hij de waarheid gesproken? Zullen we niet weten. Hè? Nergens in de tekst krijgen wij een bewijs dat dat dreigement, dat er na hem nog 299 jonge mannen klaarstaan hetzelfde te doen. Was het de waarheid of niet? Op zich maakt het niet uit. Hè? Het heeft gewerkt. Dus ook daarom staat er blauw bij. Persoonlijke meningen. Goed, daarmee hebben we deze tekst besproken. Hebben nog af en toe de basisgrammatica opgefrist. Actief participum present af en toe nog eens kunnen uitleggen. En hebben al een paar keer een passief part imperfectum gezien. En dat zullen we dan bij de grammatica nog meer in detail bespreken. Bon.